Oh, Sulemana. Langs één man. Nou sprinten. Goed. Dit is de kracht van Sulemana. Dan moet hij alleen ook afronden. En dat doet hij dan niet. What up kijkers, tof dat jullie er weer bij zijn en kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. We gaan door waar we gebleven waren. En vandaag gaan we Groningen weer spelen en de Europa League natuurlijk. We gaan gewoon november afmaken. Groningen gaan we tegen spelen. We hebben ze natuurlijk behoorlijk ingemaakt in de beker. We gaan kijken of ze sterker gaan spelen in de competitie. We geven ze een herkansing. En Europa League wedstrijden spelen we sowieso altijd. Dus we gaan naar die wedstrijden gewoon simuleren. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als dat zo is, klik dan vast op dat duimpje omhoog. Maar voordat we gaan simuleren, gaan we gewoon eerst even beginnen met de pers. De jeugdspelers hebben in de beker een goede prestatie geleverd. Worden ze daarmee beloond in de Europa League? Nou, Europa League is denk ik wel wat vroeg, maar verwacht zeker wel speeltijd en kansen in de Eredivisie en bekerwedstrijden. Wie weet door blessures ook wel in de Europa League. Maar goed, Europees voetbal is toch altijd wel een flink niveautje hoger als binnenlands voetbal, als de Eredivisie en de beker. Dus we gaan ze rustig brengen, maar we gaan ze kansen geven wanneer we ze kunnen. Dat hebben ze zeker wel verdiend na vandaag. Er is tot nu toe weinig aandacht voor de keuze om Pasveer te kiezen boven Ramai. Toch was dit zeker aan het begin van het seizoen een verrassende keuze. Wat waren de redenen te kiezen voor Pasveer en hoe bestaat er tot nu toe tevredenheid over deze keuze binnen de club? Nou, vorig seizoen kon je mede ook door het ontbreken van een Tadić bijvoorbeeld en Klaassen. En noem maar op, met wat er allemaal veranderd is, kon je gewoon merken dat er wat leiderschap miste. En dat is wat Pasveer goed brengt. Hij heeft leidingskwaliteiten, hij weet de poppetjes in de verdediging goed op de juiste plek te zetten. En buiten dat is gewoon nog steeds een uitstekende keeper. En gezien de resultaten die we tot nu toe boeken, kan je zeker zeggen dat er zeker wel tevredenheid is binnen de club. We zullen op termijn vast wel kijken naar keeper voor de toekomst, maar Pasveer doet het tot nu toe meer als prima. Van Basten snapt niet dat u voor Brobby kiest. Hij vindt dat Weghorst 10 keer beter is. Wat vind je daarvan? Kijkt Van Basten de wedstrijd wel? Ik bedoel, Brobby is gewoon topscorer van de club. Dus moeten we Van Basten serieus nemen met zo'n opmerking? Volgens mij kijkt die Ajax niet, volgt die Ajax niet goed. Want Weghorst is zeker een prima spits. Beide heren doen het prima. Maar Brobby is topscorer en verdient gewoon zijn basisplek. Het gaat nu heel goed met de spitspositie. Met Brian Brobby en Weghorst die in vorm zijn. Hoe ga je ervoor zorgen dat ze beide tevreden blijven? We kunnen zeker niet klagen met de prestaties van onze beide spitsen. Ze doen het beide meer als prima, Brobby en Weghorst. En we zullen gewoon flink roleren. Ze verdienen beide veel speeltijd. Gaan ze beide ook zeker krijgen. En we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en situatie. Wie wanneer start. Zoals tot nu toe gaat, heb je vast al wel gezien. Weghorst krijgt vooral op het Europese podium de basisplekken met zijn ervaring die hij heeft. Hij heeft gewoon meer wedstrijden in de benen als Brobby. Heeft meer meegemaakt als Brobby. Dus dan start Weghorst al gauw. En in de Eredivisie, dan is het gewoon gauw Brobby die we kiezen voor zijn ontwikkeling onder andere ook. En buiten zijn ontwikkeling doet hij het gewoon al meer als prima. Topscorer op het moment van de club. Dus beide heren roleren we veel en krijgen voldoende speeltijd om ze tevreden te houden. Dat was het voor nu weer. Tot de volgende. Nou, het is nu wedstrijddag en Rens heeft ons een berichtje gestuurd. Hij zegt dat hij de laatste tijd goed in vorm is en hij voelt zich uitstekend. En wil daarom speeltijd in de komende wedstrijd tegen Groningen. En weet je wat ik zeg? Ik zal het overwegen, want ik denk dat dit wel kan. TT even rust geven, Rens laten spelen. Kan ik best wel een keertje doen. We hebben de vorige wedstrijd 6-0 dus van ze gewonnen in de beker. En met dat in ons achterhoofd ga ik gewoon jeugdspelertjes ook weer de kans geven in deze wedstrijd. Berghuis moet er sowieso af omdat hij vermoeid is, Traoré gaat spelen. En dan vraagt Rens om speeltijd en dan is hij vermoeid. Dat is heel zuur. Wie weet kunnen we hem nog wat brengen als wissel. Van de Berg gaat de bank af. Rens nemen we mee. Nemen ons jeugdtalentje Kivits mee in plaats van Berghuis op de bank. Sulemana gaan we starten in plaats van Gods. Weghorst in plaats van Brobby. En omdat Brobby een beetje vermoeid is, nemen we Meivis mee. En in plaats van Manswerk nemen we Mokio mee op het bankie. En als laatste aanpassing ook nog maar even Kaplan erop voor Rugani. Dit is waarmee we echt gaan aantreden. Verder ga ik geen aanpassingen meer doen. Hopelijk gaan we 3 punten pakken tegen Groningen. Nou, here we go. Uit tegen Groningen in de Euroborg. We zijn begonnen. Ik zit wel mis met mijn verdedigende actie. Daar zitten we tussen. Kaplan grijpt goed in.
Dan is Weghorst hier en Sulemana vertrekt op de vleugel. Onze man op de brommer stift hem eroverheen. Ah, die is gewoon voor de doelman. Nou, Taylor aan de bal. Ik zie daar in de verte ook Traoré vragen. Die ontvangt. Moet hem in één keer voorzetten. Dat is niet slecht. Weghorst komt er niet bij. Oh, met een gelukje ontvangen we daar de bal. We combineren prima. Sulemana nu het schot. Oeh, door de verdediging weggehaald. Kaplan naar Hato. Hato naar Eriksen. Eriksen naar Sulemana. Sulemana met de voorzet. Traoré daar. Ja, dat is geen kopper. Vrije trap hier voor Groningen. Misschien kunnen ze hier een eerste kans creëren. Bal gaat richting de 16. Koppen we weg. Oh, Traoré tussendoor naar Sulemana. Nou, dit moet hem toch worden, zou je denken. Sulemana. Nope. Schieten. Oh. Zulke 1-op-1 kansen moeten we echt afmaken. Nou, misschien nog wel een mogelijkheid hier. Taylor geplaatst. Redding. Nou, ondanks de blessure slingeren we hem richting Weghorst. Die neemt aan. Schiet wordt geblokt. We creëren kans op kans, maar scoren nog niet. Misschien hier nu. Hato. Oeh. Eriksen. We zoeken Traoré. Die staat open. Kopt. Ai, naast en buitenspel. Ogenklungel. Groningen vertrokken. Wat gaat hier gebeuren? Kunnen we hier nog de nul behouden? Schot wordt geblokt. Goed naar tussen gekomen. Stutalo. Nou, hoekschop. Komt dit weg? Nee, maar is ook geen gevaar. En dan is het rust met de stand nog 0-0. Zoveel kansen, maar 0 doelpunten. Althans voor mijn aars. Groningen had er op het laatst nu 1. Gelukkig ook niet gescoord. Maar de tweede helft moeten we echt onze verdiende goal pakken. Nou, Weghorst raakte dus lichtelijk geblesseerd. Meijwis staat hier nu om de aftrap te nemen. Nou, balletje naar Sulemana. Tik hem. Meijwis, ons talent, je doet het gelijk. Ons jeugdmanneke, Meijwis. Heeft hij zijn goal? Oh, ik ben vergeten zijn nummer 14 aan te passen. Gaan we direct naar de wedstrijd even doen. Maar hij doet het hier wel. 0-1 is nu de voorsprong. Eindelijk, al die kansen in de eerste helft. Doet ons jeugdtalentje Meijwis het direct in de tweede helft. En brengt ons hier op voorsprong. 0-1. Sulemana hier nog weer. Beetje aan de bal. Tikt hem vervolgens naar binnen. En Meijwis rond af. Groningen hier nu. Creëert de kans. Redding van Pasveer. Hato. Tikt de bal goed weg. Koppen we door. Oké. Rustig opbouwen nu. Meijwis, ik zie Traoré. We gaan er overheen geven. Daar komt aan Traoré. Oeh, prachtige assist. Meijwis beslissend hier. Cruciale rol voor hem. Direct een goal, direct een assist. En de stand heel gauw naar 0-2. Wat een lekkere wedstrijd voor hem. Gewoon direct belangrijk. Prima goaltje hier. Ook goed ingekopt hier door Traoré. Maar wat een goed paasje. Heerlijke goal. En de stand 0-2 door Traoré. Nou, aangezien jeugdspeler Meijwis direct zo goed speelt, brengen we nog een jeugdspeler op. Kivits komt erop voor Eriksen en Fitz Jim voor Taylor. Ze hebben er ook al een paar ingeschoten. Nou, Kivits naar Sulemana. Sulemana, Traoré. Ik wacht naar Kivits terug. Henderson. Powershot. Oh, oké dan. Henderson doet het ook eventjes. Brengt de stand naar 0-3. Hij is de overwinning wel in de pocket. Dat kunnen we wel weer stellen. Ontvangt hier de bal. En kijk, direct aanhalen. Wat doet die verdediger? Die duikt gewoon bijna weg. Slecht verdedigd van Groningen hoor. Nou, dan brengen we nog een wissel aan. Kaplan gaat eraf voor Mokio. Balletje richting Meijwis. Ik zie daar aan de andere kant Kivits helemaal open. Kivits nu de voorzet. Kan Traoré erbij? Ja, maar die komt naast. Nou, Groningen hier. Langs een vermoeide TT. Die kan niet meer belopen. Oeh. Oh, gelukkig heeft Pasveer de bal. Oh, dit is een goede aanval van Groningen nu. Schot gaat naast. Laatste wissel nog voor mij. TT gaat eraf voor Rensch. Nou, Meijwis hier. Ik zie Traoré. Traoré naar Kivits. Kivits. Meijwis. Powershot. Maar je hebt alle ruimte. Redding van de doelman. Nou, Henderson nu. Denk misschien wel de laatste hoekschop van de wedstrijd. Traoré, oeh, niet verkeerd. En dan fluit de scheids af. Het is einde wedstrijd. We winnen 0-3 uit tegen Groningen. Ja, het zijn verdiende 3 punten in de competitie. Hopelijk stijgen we een plekje. We gaan het zo zien.
Maar ja, lekker gespeeld. Op naar de volgende. Nou, na die overwinning is Rens natuurlijk teleurgesteld dat ik hem niet de speeltijd gaf die ik hem deels een beetje had beloofd. Maar we zeggen spelers roteren is belangrijk. Hopelijk houdt dat hem nog enigszins tevreden. En we zien dat we na die overwinning derde staan. Feyenoord nog altijd eerste, PSV tweede. Maar we zitten wel dicht op de hielen op PSV. Dat gat is maar 3 puntjes. Hun hebben er 32, wij 29. Maar Feyenoord inhalen wordt nog wel een lastige. We hebben een flinke voorsprong op ons, wel 9 punten. Nou, dan is het tijd voor de tweede wedstrijd van deze video. Het is tijd voor de Europa League wedstrijd tegen Real Sociedad. En Sociedad staat eerste terwijl wij 11e staan. Dat is een flink verschil. Hopelijk kunnen we gewoon 3 punten pakken. We gaan wel een paar wijzigingen maken. Hato is een beetje vermoeid, dus we gaan Baas erop zetten. Van de Bomen mag spelen in plaats van Taylor. En we gaan Weghorst weer starten in de spits. En ook Sulemana gaat gewoon starten op de linkervleugel. Dit is de opstelling waarmee ik ga spelen. Hopelijk kunnen we die belangrijke 3 punten pakken. Nou, here we go. Real mag de aftrap nemen. We zijn begonnen. Uh-oh, hier komt Real Sociedad. In de aanval. Blokt het schot? Nee, redding van Pasveer. Zit hier tussen. Lekker, Soutalo. Oeh, dat is een mistackle van Baas. Ja, onderschept dan een paas. Maar dan is het alsnog geel. Er werd voordeel gegeven, wat dan vervolgens geen voordeel meer is. Superzuur. Sociedad, schot van afstand. Pasveer moet in actie komen. Nou, ze lijken die corner kort te gaan nemen. Baas is erbij. Baas, goed. Minder goed. Nou moet Tete gaan ingrijpen. Nee, we koppen in ieder geval de voorzet weg. Oh, Sulemana. Langs 1 man. Nou sprinten, goed. Dit is de kracht van Sulemana. Dan moet hij alleen ook afronden. En dat doet hij dan niet. Nou. Weghorst, kunnen we hem bereiken? Hij moet een beetje naar buiten nu. Dit is een balletje die hij moet afleggen. Dat is naar Sulemana. Sulemana met een schot. Ja, dat kon ook niet heel veel anders. Uh-oh, dit is niet lekker verdedigd van mij. Ik laat hem gewoon lopen bijna. Schot, gaat over en naast. Oeh, daar zit ik mis met een slijding. Soutalo, please. Oh, oké, wat doet hij? Nou, dat is uiteindelijk alsnog makkelijk te verdedigen. Nou, TT mee in de aanval hier. Kunnen we hier misschien een keertje iets doen? TT, Weghorst, schot! Oh, dat had echt wat harder mogen ingeschoten worden. Nou, Sulemana. Ik zie verder geen loopacties gemaakt worden. Nu wel. Henderson, Berghuis, met zijn linker. Oeh, geen slecht schot. Dan Eriksen hier. Kom op, houtbal. Ik wou eigenlijk naar Weghorst. Terug naar Eriksen nu. Die kan hem dan voorzetten, doet dat. Dit is richting Weghorst, die kopt. Niet slecht. Hier dan. Oh, wat een redding. Oei, 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 oei. Dan 2 wissels aan mijn kant. Weghorst gaat eraf voor Brobbie. En Gods komt erop voor Sulemana. Uh-oh, hier is Sociedad. Nee! Oh! 1-0 voor de Spanjaarden. Dit is heel zonde. Ik dacht dat ik wat meer in de wedstrijd kwam. En dan na mijn wissels gaat het direct mis. Ai, 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 ai. Nou, hopelijk kunnen we nog wel iets terug doen. Prima daar wel, ja, ingespeeld. En een open doel, kan je niks van zeggen. Gewoon goed afgerond. Nou, nog 2 wissels aan mijn kant. Ik ga hem verdedigen met Gilder af, Rugani. En Van den Berg komt erop, terwijl Van de Bomen eraf gaat voor Taylor. Oké, balletje naar Brobby. Eroverheen daar richting Berghuis. Inderdaad, die komt er net niet bij. Dan is hier Henderson, die dan wel de bal oppakt. Voorzet wordt geblokt en dat is ook Hens zo te zien. Nou, we hebben een vrije trap. Ik ga hem niet schieten. Ik ben niet zo geweldig erin. Voorzetje. Berghuis daar? Nee. Soutalo, pak hem. Kop hem. Of, ja, doe dat. Eriksen. Naar Gods. Gods. Terug naar Eriksen. Die komt langzaam ingelopen. Voorzetje. Brobby. Ja! Hij zit er nog in ook. Brian Brobby brengt ons op gelijke hoogte. Prima kopballetje naar die voorzet van Eriksen. En dan staan we terug op gelijke hoogte. Stand 1-1. En zo is het nog voor een paar minuutjes van alles mogelijk. Ja, de voorzet kwam met moeite. Maar dat is gewoon lekker ingekopt. Hij komt wel perfect aan. En dan is het Brobby die hem erin kopt. Lekker hoor. 1-1.
kwam Van der Berg. Nee, heeft hem niet. Heel zonde. Soetalo, kom op, kom erbij. Blok het schot, dank je. Kopt dit. Prima. Eriksen naar Brobby. Brobby moet wel naar Gods. Ik had geen andere opties. Gods naar binnen. Oh, Traoré maakt naar Brobby, maar een corner. Oh, Tete is helemaal op. Van der Berg, goede ingreep. Maat, ik ben aan het klungelen. Oh, goed balletje. Pas weer met een goede redding. Hoi, hoi, hoi. Pof hem weg. Of niet? Ah, de scheidsfluit wel af. Het is 1-1. En ik denk dat we tevreden kunnen zijn met die ene punt. Het is de nummer 1 van de Europa League waar we tegen hebben gespeeld. En we hebben ons staande gehouden. Dus ja, op zich kan ik leven met het resultaat. De eindstand 1-1. Nou, ondanks dat gelijke spelletje bedankt Raf van der Berg wel voor het vertrouwen in hem. Ondanks dat hij geen topspeler is. En ja, wat zullen we zeggen? We zeggen gewoon een keertje, ik verwacht meer van je. Hij moet beter zijn best doen ook. We willen hem zien groeien. We willen hem zien ontwikkelen. Dus we verwachten gewoon meer. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we december in. En gaan we gewoon verder met de Eredivisie. Misschien nog wat Europese wedstrijdjes. Weet ik niet. Want de kalendermaand gaan we in de volgende aflevering wel bekijken. Voor nu is dit het dus. Als je het leuk vond, klik dan op het duimpje omhoog en deel de video. Dat kan mij enorm helpen. Ben je nieuw, wil je meer zien? Abonneer dan ook gelijk even. En klik op het belletje om notificaties aan te zetten. Zo hoef je geen enkele activiteit op het kanaal te missen. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Later.